Wist je dat de eerste landbouwschool in provincie Antwerpen 100 jaar geleden werd opgericht in Geel, met de ondersteuning van de provincie? Het was toen al duidelijk dat leren over landbouw erg belangrijk was, voor de leerlingen en de landbouwgezinnen uit de regio. Wanneer 50 jaar geleden de Hooibeekhoeve aangekocht werd om dienst te doen als proefhoeve voor onderzoek en voorlichting voor boeren, werd Hooibeekhoeve ook een nieuwe praktijklocatie voor de leerlingen van de landbouwschool. De educatieve rol van Hooibeekhoeve werd ondertussen nog verder uitgebouwd. Waar vroeger heel wat gezinnen zelf in stonden voor het produceren van hun eten, is dat vandaag de dag anders. Veel mensen weten vaak niet meer waar het voedsel op hun bord vandaan komt. Hooibeekhoeve wil dan ook iedereen weer dichter bij de landbouw brengen. Want ook nu is het belangrijk dat kinderen en volwassenen kunnen ontdekken hoe bijvoorbeeld lekkere melk geproduceerd wordt en verder verwerkt tot heerlijke zuivelproducten, zoals boter voor op je boterham, yoghurt, kaas en zoveel meer. Ook vandaag de dag werken we nog nauw samen met de landbouwschool. De leerlingen komen nog steeds voor praktijklessen in onze stallen.